Oké. Voordat we naar de intro gaan, geef ik jullie 5 seconden om aan te geven wat er aan mij veranderd is. Inderdaad, ik ben bij de kapper geweest. Holy damn, jullie hadden het zeker allemaal goed. Wat zijn jullie toch fucking slimme kijkers. Ja, ik ben altijd Melvin, de beste in zijn eigen soort. Kijk je dit filmpje, dan doe snel mijn Discord. Disco Donderdag heet deze video waarin ik reageer op jullie. Sowieso. Klik op de invite hier beneden en stuur het in net zoals anderen deden. Misschien reageer ik er dan wel op en nacht. Dit is gewoon een nieuwe Disco Donderdag. Yo, Melvin en welkom terug bij inderdaad weer de leukste serie van heel Nederland. Disco Donderdag! Voordat we gaan beginnen wil ik even duidelijkheid scheppen over wanneer jij je video's in kan sturen. Dit is iedere woensdagmiddag, mits ik het niet vergeet. Dan heb ik een berichtje zoals deze op mijn Discord kanaal en dan kunnen jullie gewoon allemaal daar een video in sturen. Waar ben ik beland? 37 miljoen weergaven. What the fuck? Wat is dit voor eerste video? Het is van Subo TV of zo en je hebt... What the heck? Waarom? What the heck? Oh mijn... Moet dit voorstellen... Wat als alle dieren ter wereld opeens naar de McDonald's gaan of zo? Moet je dit zien dan? Het is toch gewoon sneu? Als je zoiets moet maken. Wat zijn dit? Wat de heck? The fuck is dit? Ik heb geen idee. Dit is echt de meest random shit ooit. Dat zeg ik trouwens iedere Disco Donderdag. Maar gewoon het feit dat dit Donk wat BOP en dan nog wat onzin of zo heet. Het is gewoon... Ik koop trouwens mijn merch. Ik rekte hem uit, ik weet ook niet waarom. Het is gewoon zo random en gek en het voelt niet low. Wat gebeurt hier nog meer dan? We hebben... No fucking way. Echt serieus, ik klik in de video en hebben dit. Het is ook... Oh my god. Dit is echt de meest slechte animatiefilm die ik ooit heb gezien. Check. Het ziet er ook gewoon fucking droog uit, even eerlijk. Zulke dikke zebras. Shit, hey. Freaky soup guy. Ik heb deze video ooit al een keer gezien. En hij is echt, echt heel creepy. Je hebt hier een of andere man die met een absurd grote lepel super smerig soep zit te eten. En dan komt er echt een fucking eng mannetje komt erachter. Holy shit. Het is echt heel creepy. Want je hoort die man ook huilen of zo. Ik heb geen idee. En het waren dus ook van die conspiracy theorieën. Dat dit van de dark web afkomt. En dat dit ook echt een man was in gevaar of zo. Ik heb zoiets. Ik weet niet zeker, hè. Als je daarover nadenkt. Is het echt fucking creepy. Het is echt zo fucking naar. Dat lachje er dan bij of zo en dan het huilen. Wat moet je hier ook mee? Wat is dit? Ook gewoon een tweede erbij, weet je? Het is ook zo... Het is ook zo... Zo random. Weet je, dit is gewoon ook waar het internet voor is gemaakt. Mensen gaan dan denken van... Oh, is het echt? Oh, is het nep? Allemaal theorieën verzinnen zoals ik net zei. En ondanks dat dat nooit zeker is geworden bij zo'n video... weten alleen de mensen die hier zitten of het echt of nep is. En dat vind ik leuk. Zeer benieuwd dat we nu weer in terecht zijn gekomen. Want deze video heet... Elmo is dood. What the fuck? Op een dag vaarde hij door Sesamstraat. Totdat, beam. Elmo is dood. Dit nou ja. Is het een begrafenis? What the fuck?
Bent u erbij? Het, hier rust Elmo de Rooijen. Elmo is dood. Editing ik, productie ontwerp ik, cameragie ik. Wat heb ik nou weer net gezien dan? Gewoon, yo, ik maak een video over dat Elmo dood is en dan zie ik wel wie erop reageert. Bijvoorbeeld zo'n Fries, weet je? Zo niemand zoals ik die er dan naar kijkt. Dit is weer een nieuw dieptepunt. Dit is copyright! What the fuck? Ik dacht even dat het... Holy shit, hoe... What the fuck? Hoeveel had die gasten neergezet? Dat was geweldig. Holy shit. Ik heb hier iemand gevonden met tijd te veel. Dit wil ik ook gewoon een keer doen. Misschien ga ik het ook ooit wel een keer doen. Druk gewoon op de blauwe deemhoog als ik het ook moet doen. This is the fruity one they have. What the fuck is dit dan? Deze video heet ook Fat Yule Rip. Zo van, wat de heck moet je daarmee? Hij neemt in ieder geval een goede hij zo, hé. En dan blaast hij hem uit en dan... Wow. Wat? Wow. Is het zo'n edit? Serieus? Ik vind het dan toch wel weer heel jammer. Omdat ik het en niet zag aankomen. Maar ook gewoon de man zelf. What the fuck? Wie is dat? Is dat een populaire YouTuber of zo? Want deze video heeft 626.000 weergaven. Wacht even, hoe heeft dit 791.000 weergaven? Ik heb nog niet gezien wat er gaat gebeuren. Ik ken de hele video ook niet. Maar deze video is gewoon viraal gegaan in Nederland of zo. Wat? Het NL Gamehuis presenteert. Wat gaat hier gebeuren? Ik ben zo benieuwd. Wat? Die moeder ook! Die moeder... What the fuck? Die moeder, die denkt echt zo van... Rot op met je camera. Nee, die gaat sowieso op die raam... Door het raam. Sowieso gaat die bal door het raam heen. Zo! Zo! Die moeder! Wat koudbloedig! Gewoon door de benen schieten en dan zeggen... Ja, wat een goede topmoeder. Zo, dan word je gerekt. Jeutje. Maar wat gaat er nu fout dan? Sowieso door het raam. Het moet wel. Oh my god. Blijf maar goed. Weet je wat ik nou het allerjammerste vind? Is dat dit... Voor mijn gevoel gewoon zijn bedoeling was. Cameraatje neerzetten en het gaan filmen. Je ziet hem ook op een bepaalde manier gewoon schoppen. Dat die bal steeds wat hoger gaat. En dan schiet je tegen het raam aan. En dan heb je alsnog niet de reactie van je moeder. Dit is gewoon echt kut. Dit is gewoon echt een kut video. Oh, dit voelt echt als een jaar geleden. Reageert dan op 040 Eindhoven Angel. Video is van 10 december. En dan is het altijd Melvin 040 Eindhoven Angel een kutkind? Wat? Laten we eens kijken. Wat is dit? Ik heb je zo gemist, joh. Dat is niet normaal, joh. Ik heb hem gemist. Oh, ik wil nog steeds deze man opzoeken, maar ik weet niet hoe ik contact met hem moet krijgen. Oh, mijn god. Ik moet zijn e-mailadres hebben, zodat ik met deze man kan mailen en een afspraak kan maken. Zodat ik gewoon een soort van één dag docu... Eén dag docu? Dat lijkt echt zo ver. Ja, echt, joh. Ik heb nog geen idee of dat gelukt. Oh, wat mooi. Deze video heet Kutkind. Oh, jee. Een kutkind, een kutkind. Wat? Het is zo random. Want ik wil nog steeds deze man ontmoeten. En ik heb een dag gekeken of ik hem ergens kon vinden. En het is me niet gelukt. En aan zijn reactie hier te zien zit hij er ook niet op te wachten. Dus ik weet het nog steeds niet wat ik moet doen. Hij laat het nu ook gewoon afzien. Ik had heel graag gezegd, wat is uw zoontje creatief? Sociaal en ook vooral ontzettend. Moet die ook voor ja, natuurlijk jongen, lief ben ik ook niet. Zeggen wat ik werkelijk van... Wat de heck?
Een kutkind. Ik zeg het maar gewoon. Een kutkind. Wat de heck. Hij doet nu alsof ik zijn hond een kutkind vind. Wauw. Comedy, dames en heren. Comedy. Nou, het was in ieder geval heel erg leuk om hem weer een keer te zien. Dat moet ik toegeven. What the fuck is dit? What the fuck? Fuck was dit? Wat was deze man überhaupt aan het proberen? Hoge noten halen vanaf een piano of zo? What the fuck? Curb your handshake. Ik ben echt zo benieuwd wat dit voor edit gaat zijn. Nee. Ik vraag me oprecht af of deze man er niet bij stil stond. Of dat hij gewoon niet in de gaten had op wat voor evenement hij wat moest uitdelen. Want dit is toch echt wel tikkeltje heel erg beschamend. Weer een top video waar ik geen ene flikker mee kan. Dankjewel voor het verspillen van mijn 6 seconden kostbare tijd. En eigenlijk vind ik het hier ook wel weer mooi geweest. Heb jij genoten? Druk op dat blauwe duimpje omhoog, klik hiernaast. Of wat anders, druk op dat belletje, koop mijn merchandise. Abonneer, reageer, doe alles. En als je helemaal niks doet, hè, dan zeg ik tegen jullie altijd, fuck jou.